Welkom terug bij de RDW. In deze animatie nemen we de coronamaatregelen door die gelden binnen het kantoor. Wat betekent dit voor jou? Bij aankomst en regelmatig tussendoor was je je handen en volg je de pijlen en looproutes die zijn aangegeven op de grond. Let op, in sommige gevallen geldt eenrichtingsverkeer. Als je hiertoe in staat bent, neem je de trap. We geven elkaar voorrang. Mocht je iemand tegenkomen, wacht tot deze persoon is gepasseerd en houd altijd 1,5 meter afstand. Bij aankomst op de werkplek hang je je jas over de stoelleuning. Je hebt een vaste werkplek per dag op gemarkeerde plekken. Bij de printer en de koffieautomaat gebruik je een touchpen. Heb je geen touchpen ontvangen bij binnenkomst, loop dan even langs de receptie. Bij de toiletten geldt de volgende regel: 1 persoon tegelijk in de toiletruimte. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en prettige werkomgeving. Houd daarom ook in de buurt van de toiletten voldoende afstand. Voor de lunch bestaat de voorkeur voor buiten lunchen of in het bedrijfsrestaurant. De lunch mag je niet op de werkplek nuttigen. De vergaderruimtes mogen niet in maximale bezetting worden benut. In een ruimte voor 8 personen kunnen nu bijvoorbeeld 4 mensen vergaderen. Belangrijk is dat je altijd 1,5 meter afstand kunt houden. De ramen mag je zelf open doen. Dat is goed voor de ventilatie. Vergeet als je weggaat niet om de ramen weer dicht te doen. Ook bij het verlaten van het pand wassen we onze handen. Het pand wordt op reguliere basis schoongemaakt. We kunnen elkaar aanspreken op naleving van de genoemde maatregelen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.